Wij staan hier bij het conferentieoord De Horneboeg. Er is commotie. Wat is er aan de hand? Nou ja, er is een koper die dit landgoed wil kopen en er een hele andere bestemming aan wil geven, namelijk natuurbegraven. In plaats van nu het groepswerk wat wij hier doen. En zakelijk gezien zijn wij het daar, zoals u zult begrijpen, niet mee eens. Wij willen graag als YMCA die hier achter zit, die dit uitbaat, dit blijven doen. En hebben dus ook een bod uitgebracht op het landgoed om het te kunnen kopen. Maar tegen een bestemmingswijziging kunnen wij helaas niet opbieden. Omdat de waarde dan zal gaan toenemen. De stichting Horneboeg die hebben het in 1971 in de volledigheid in handen gekregen voor groepswerk van mevrouw Pijnappel. Zij was de laatste bewoonster hier van het terrein. En zij willen het graag verkopen omdat hun achterban er minder gebruik van gaat maken. Omdat die verouderd. Ja, dat begrijp ik, hè, dat zij dat probleem hebben. Alleen ja, voor ons zou het fijn zijn als wij dan de kandidaat zijn, omdat we toch een goede relatie met elkaar hebben. En er wordt geroepen dat het niet rendabel meer is. Is dat zo? Nou ja, goed, in de krant staat inderdaad dat er steeds minder gebruik van gemaakt wordt. Dat klopt als je kijkt vanuit de remonstrantse ogen. Die woorden kwamen ook uit de mond van Frits Barends, de voorzitter van de stichting. En hun achterban maakt er minder gebruik van. Rendabel is het zeker nog wel. Wij hebben een goed draaiend bedrijf waar heel veel mensen welkom zijn. En daar verdienen we ook nog een centje aan. En daar zorgen we ook dat de lonen betaald worden voor onze medewerkers. Nou ligt Hilversum een beetje onder vuur qua monumentenzorg. Hoe staat het hier op dit landgoed? Ja, wij hebben de afgelopen jaren heel veel onderhoud gedaan aan de monumenten die we hebben. We hebben verschillende monumenten, gemeentelijk en rijksmonumenten. Wij hebben wel gemerkt dat we dat inderdaad vooral zelf hebben moeten doen. En dat Hilversum daar niet per se de grootste partner in is. Op dit moment zijn er wel gesprekken met de gemeente over het gebouw hierachter. Waar de hele façade zou moeten vernieuwd worden. Waar wel meewerking is. Dus dat lijkt de goede kant op te gaan. Maar goed, u begrijpt zelf, natuurbegraven, dat doe je in de grond. En daar heb je niet per se gebouwen voor nodig. Dus dat is nog wel een puntje waar ik niet van weet hoe het met de monumenten hier op het terrein zal gaan verlopen. We zijn gewoon geschokt over het feit dat er ineens een koper is voor de Horneboeg. Dat is echt heel erg snel gegaan. Er is zelfs al een contract getekend. En het doel van de nieuwe koper, een soort van projectontwikkelaar in Kerkhoven, is om er een kerkhof van te maken. Nou ja, je snapt natuurlijk wel dat je daar van schrikt. En als je dan even over nadenkt, van wat voor een fantastisch gebied wordt daarvoor vernield. Echt, nou, we zijn nog steeds denken van, moet je eens kijken wat voor een, hier ligt de grens van de Horneboeg, van het landgoed de Horneboeg. Nou, dit is de hei. En dan gaan dan anoniem, 7000 mensen de grond in. Nou, dat is toch, dan denk je van, hoe haal je het in je hoofd? En dat gaat dan heel snel. In het diepste geheim wordt het voorbereid. En het lijkt dat iedereen daar gewoon in meegaat. Nou, fantastische mooie monumenten. Wat is de waarde van de bescherming daarvan? Nou, volgens mij helemaal niks. Je kunt het gewoon tot natuur terugbrengen. Nou, dan denk ik van, is er dan helemaal niemand wakker in Hilversum? Of wat? We zijn gewoon verbijsterd over, ja, wat er zomaar met een landgoed kan gebeuren. We liepen net samen langs de Engelse tuin. Die moet dan ook verdwijnen, neem ik aan. Nou ja, de nieuwe eigenaar moet een plan maken. Dat plan ligt er nog niet, maar hij heeft een doel. En dat is alles teruggeven aan de natuur. En als je dat tot je door laat drinken, dan trekt hij 30 jaar vooruit. Dan betekent dat gewoon dat er niets overblijft van de historische waarde. Van de natuurwaarde ook, volgens mij. Want het is echt op dit moment al een van de mooiste plekken van het Gooi. Maar ook van de prehistorie. Want dit is een toplocatie wat de prehistorische is. Helemaal onaangetast. Daar ga je toch niet allemaal dooien inleggen. Dat doe je toch niet? En u vertelde ook aan mij dat er een enorme bomenkap hier plaats gaat vinden. Nou ja, wat daarvoor nodig is, je moet graven maken. Dus die bomen, die wil hij er in de tijd die hij ervoor heeft, er allemaal afhalen. En nou ja, dat zijn gewoon, ja, het is een van de mooiste stukken bos, 200 jaar oud. En met
unieke bomen. Gewoon echt een Engelse landschapstuin met exoten erin. En dan denk ik van, nou, dat gaat toch niet gebeuren. Ja, maar wat kan je doen? Er is dus actie op komst. Nou ja, we zijn met de buren om de tafel gaan zitten en zeggen van, ja, wat voor drama zijn wij terechtgekomen? En ook het personeel is bij elkaar gekomen en zegt van, ja, volgens mij moeten we hier ook gewoon de bevolking van Hilversum over informeren dat dit zomaar kan. We staan hier op de Zevensprong. Dat is het landgoed, niemand weet dat. En ja, je kunt gewoon zien vanaf de bomen is hier een flinke strook, echt een substantieel deel, is gewoon openbaar. En dus is een actiegroep, we hebben een website in het leven gebracht, het heet geendodenopdehei.nl. En nou ja, daarover willen we eigenlijk alle feiten en alle, ja, ook de mening van politici op verzamelen. Om te kijken of dit nog op een of andere manier te veranderen is. Want er is één heel klein hooppuntje. Er moet een bestemmingsplanwijziging komen in Kerkhof. En die is er niet. Dus ja, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar hoe en welke politieke partijen vinden dat de kern van de Hoornerbroekse Hei gewoon vernietigd kan worden. Dus met alle waarden die het heeft.